En welkom bij Nathalie's Kajahoek. Vandaag ga ik een kerstkaart maken. Ik heb daarvoor nodig een kaartbasis. Ik heb wat patroonpapier. Ik heb een paar jetjes. En ik heb wat afbeeldingen. En ik weet nog niet welke ik ga kiezen. Dus ik laat ze even allemaal zien. En ik heb natuurlijk lijm nodig. Zowel Prit kan je gebruiken. Als eventueel de alleslijm van de Action. En verder heb ik van die 3D foam tape. Dat is eigenlijk alles wat ik nodig heb. Dus laten we beginnen. Ik ga beginnen met op het patroonpapier mijn Prit te doen. En dan lijm ik het boven op het basispapier wat rood is van kleur. Het stripje is iets aan de lange kant. Dat weet ik, maar dit doe ik zodat ik hem goed kan afmeten met het basispapier. Waardoor mijn stripje nooit te groot of te klein zal zijn. Ik druk het even goed aan, zodat het goed op zijn plek zit. En ik zeker weet dat het gelijk loopt. Dan draai ik hem om en knip ik wat over is er met een hobbyschaar van af. Nu pak ik mijn gestanste cirkeltje, die ik met de Silhouette Cameo heb uitgestanst. Die heeft een soort dubbele stiknaad erop, niet met echte draadjes, maar gewoon erin gestanst, zeg maar, geperforeerd. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Het is wat lastig om op camera te laten zien. En daar smeer ik ook weer lijm op. En die plak ik dan zo meteen half achter het patroonpapier, want dat is nu nog niet helemaal uitgedroogd, waardoor ik het er nog voor een deel van af kan halen. En ik zorg ervoor dat ik dat heel voorzichtig iets erachter druk. Niet helemaal, want de pinguïn die moet natuurlijk nog wel zichtbaar zijn, anders dan heeft het geen nut. Nu pak ik mijn van tevoren al ingekleurde plaatjes. Die heb ik ingekleurd met Copic markers. En hier heb ik tevens trouwens ook al een aantal kleurvideo's van online. Maar mocht je nou echt leuk vinden om te zien hoe ik diertjes inkleur, laat het dan weten. Ik plak hier foamtape op, van die 3D tape is dat. Daarvan haal ik de achterkantjes eraf. En dit plak ik dan op het uitgesneden cirkeltje. Bovenop het patroonpapier, zodat het een beetje lijkt alsof die erop zit. Anders dan zweeft de pinguïn een beetje op het papier. Ik heb ook een cadeautje ingekleurd en hier plak ik ook een foamtapeje achter. Hiermee doe ik hetzelfde als bij de pinguïn. Ik verwijder de achterkant, zodat het gaat plakken. En plak het dan bovenop de cirkel. Natuurlijk zou je de kaart zo kunnen laten, maar ik vind het een beetje saai zo. Dus daarom heb ik pailletjes. Met die pailletjes ga ik de kaart nog leuk opvullen en die ga ik opplakken met natte lijm. De natte lijm die doe ik op een dekseltje en dan haal ik zometeen de pailletjes daar doorheen. Je moet wel oppassen met natte lijm dat niet alle pailletjes daar tegen kunnen. Sommige pailletjes laten dan kleur los. Hou hier rekening mee. En mocht je dit nou een heel gepriegel vinden, dan kun je eventueel ook medium met medium gebruiken of glossy accents. Maar ik heb dat gewoon niet liggen en de alleslijm van Action is net zo goed. En werkt het een keertje niet zo goed, dan gebruik je een oud pincet of een cocktailprikkertje. En dan kun je het ook heel goed sturen waar je de pailletjes uiteindelijk wil hebben. Ik ga de pailletjes niet alleen maar op het witte gedeelte doen, maar ook op het rode gedeelte. Want anders vind ik de kaart gewoon te saai, te rustig. En de kaart is natuurlijk, het is een kerstkaart, dus het mag wel even wat meer zijn. Het is tenslotte feest. We gaan de decembermaand in. En ja, ik ben ongelooflijk vroeg met mijn kerstkaart. Maar ik vind het gewoon leuk om alvast één kerstkaart aan jullie te laten zien. Want dit jaar laat ik niet alle kerstkaarten die ik maak zien aan jullie. Wel komt er nog een kerstkaartenhaul aan, waarin ik laat zien welke kerstkaart ik dan allemaal gemaakt heb, om jullie hopelijk voldoende inspiratie op te kunnen laten doen. Dus al met al hoop ik dat jullie dit leuk vinden.
Sommige pailletjes blijven nou net niet helemaal lekker plakken. Dus dan doop ik ze gewoon nog een keer opnieuw in de lijm. En dan druk ik ze weer op het papier. En op deze manier werkt het dan wel goed. Ik heb dit jaar er ook echt bewust voor gekozen om werkelijk alle kaartjes zelf te maken. Simpelweg omdat ik A, het materiaal heb ervoor. En B, ik vind het net wat persoonlijker dan een gekocht kaartje. Hoewel als ik haast heb ook wel eens kaartjes kopen hoor. Heel eerlijk gezegd doe ik dat ook nog steeds wel eens. Ik pak zo meteen mijn groene gelpen. En schrijf er dan nog een leuke tekst op aan de voorkant. En uiteraard gaat er ook nog een tekst aan de binnenkant. Maar die hou ik voor mezelf, aangezien deze kaarten ook echt opgestuurd zullen worden naar mijn familie. Vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar is eigenlijk wat ik altijd standaard op een kaart schrijf. Of iets als fijne feestdagen of wat dan ook. Iets in die trend. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een wat uitgebreidere video te zien. Mochten jullie dit nou leuk vinden, druk dan op het blauwe duimpje omhoog. Tot de volgende keer bij Nathalie's Creahoek.